Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een Action Shoplog voor je. Ik moest naar de Action toe omdat ik wat cadeautjes nodig had. En uiteraard heb ik weer wat meer spullen gekocht. Zoals het altijd gaat, omdat ik geen Action bij mij in de buurt heb. Dus niet heel vaak ga. Kom ik meestal met wat meer spullen thuis. Dus ik ga je laten zien wat ik bij de Action heb gekocht. Mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen van de producten zal ik zoals altijd in beeld neerzetten. Als iets een aanbieding was op het moment dat ik het heb gekocht, staat er een sterretje bij. Zodat je weet dat het dus normaal gesproken ietsjes duurder is als de prijs die in beeld staat. Laten we dan ook maar gewoon beginnen. En ik begin met een diamond painting en ik vond deze heel erg leuk. Dit is een diamond painting met vosjes en dit zijn van shiny diamond paintings. Dus ze hebben echt van die hele glinsterende steentjes. Het zijn er 30.000 staat hier. Oei, dat is fors. Maakt niet uit. Dit is hem dan, het vosje. Dus dat is wel super leuk. Op de achterkant zie je hem nog even iets groter. Deze zijn van Avec en hij is 60 bij 40. En ik vind de diamond paintings bij de Action de laatste tijd echt super leuk. Want je hebt ook echt een tijd gehad dat er niet zulke hele bijzondere bij zaten. Althans, dat vond ik dan. Maar nu vind ik ze momenteel wel heel erg leuk. Dus dat is deze. Dan heb ik een bak gekocht. Hier zit een bonnetje in. Die ga ik er gelijk even uithalen, want die heb ik nodig bij het editen. Dit is een bak, want ik wilde heel graag een gedenkdoos maken met wat spulletjes van mijn opa. En toen dacht ik, nou, daar moet ik eigenlijk eventjes een doos voor hebben. Dus ik heb gewoon zo'n transparante doos met een deksel. Ik heb al wel vaker van deze bakken gekocht. En ik vind Action daar gewoon prima geschikt voor. Dus die ga ik daarvoor gebruiken. Dan dit hele leuke setje waarin je je eigen dierenwinkeltje kan maken. Dit is een DIY-projectje van het merk Crafts & Co. En er zit ook zelfs licht in. Hierbij moet je dus je eigen dierenwinkeltje maken. Je ziet het nu heel erg veel. Het is echt heel erg leuk. Hier op de zijkant zie je bijvoorbeeld al dat je een hondenhokje moet maken. Er zit ook een QR-code op. Misschien dat je daar wat meer informatie over kunt krijgen. Er zit best wel veel in volgens mij. Hij zit nog dicht. Ik ga hem even dicht laten zitten. Maar ik dacht, het is zo'n leuk project voor de winter straks. Als je een middag hebt dat je niet heel veel hoeft te doen. Echt zo'n lekker knutselmiddagje. En het ziet er wel heel erg leuk uit. Je had verschillende varianten. Ik heb ook een bloemenwinkel gezien. En er schijnen er nog meer te zijn. Maar op het moment dat ik bij de Action was, hadden ze niet zo heel erg veel meer. Maar deze vind ik wel echt super leuk met een dierenwinkel. Want ik hou natuurlijk heel erg van dieren. Dan heb ik een aantal cutting dies gekocht. En deze zijn al voor de kerst. De kerstspullen liggen alweer bij de Action. Nog niet alles denk ik, maar wel al een heel groot deel. En hier hebben ze dus cutting dies. En die kun je dus gebruiken voor knutselprojecten. Die kun je dus gebruiken in de Love to Craft machine. En ik heb allereerst deze. Dit zijn een aantal huisjes met wat sneeuw erop. Je kunt hier op de achterkant even goed zien wat ze ermee doen. Je hebt hier dus wel zo'n machine voor nodig en ik denk dat ze ook wel met andere machines werken, maar ik heb hem zelf ook wel met Action. Dan heb ik deze, dit is zo'n hot chocolate idee, ook wel super leuk. Je ziet ook gewoon gelijk wat voor leuke dingen ze hier al mee hebben gedaan. En deze vond ik ook wel super cute, want deze is met pinguïns. Geeft ook wel echt dit vind ik meer een winter. Ja, nee, het is ook wel kerst, want ze hebben ook een kerstmuts op. Dus super leuk. Dus die kun je dan gebruiken om eventueel kerstkaartjes mee te maken of wat je dus wilt. Dan heb ik ook een aantal diamond paintings meegenomen van de kerst. Dit zijn van die kleine diamond paintings waar je uiteindelijk een lampje mee maakt. Het zijn eigenlijk nachtlampjes, maar ik vind ze gewoon heel erg leuk om tijdens de kerst neer te zetten. Na de kerst doe ik ze in de kerstdoos, zodat je ze elk jaar kunt gebruiken. En ik heb hier allereerst klokjes. Maar het is dus ook heel erg leuk om bijvoorbeeld als je kinderen hebt, dit als nachtlampje neer te zetten. Ik weet ook dat ze gewone varianten hebben. Ik weet bijvoorbeeld ook, volgens mij hebben ze Peppa Pig, maar volgens mij ook iets van Minnie Mouse. Dan kun je dus echt een
nachtlampje van maken. Staat ook eigenlijk op dat het echt voor kinderen is. Maar ja, goed. Ik vind het gewoon leuk om dit voor de winter, voor kerst neer te zetten. Dus deze. Ik had er al een aantal. Dan heb ik deze. Die vind ik ook wel leuk. Een soort peperkoekenhuisje eigenlijk. Dat vind ik er ook wel heel schattig uitzien. En uiteindelijk een sneeuwpop. Dat vind ik ook wel heel erg leuk. Dus ja, ik vind het gewoon heel erg kerstachtig. Dus ik ga ze nogmaals neerzetten met de kerst als ik ze gemaakt heb. Dan heb ik een teddyvest gekocht. En dat is deze. Ik ben dol op de teddy spullen. En toen zag ik heel toevallig dat ze bij Action dus nu ook teddyvesten hadden. Je had hem in twee kleuren. Ik heb een zwarte genomen. Ik heb hem in een maatje S genomen. En ik moet zeggen, ik twijfelde van, gaat dat goed zitten? Omdat hij niet in het plastic zat, heb ik hem in de winkel eventjes gepast. En hij zat eigenlijk goed. Hij sluit gewoon met een rits. Ook wel handig. Er zit een soort, dat je hem makkelijk dicht kan ritsen, zeg maar. Zitten er eigenlijk ook zakken in? Ja, er zitten zakken in. Ik zal hem even voor je aantrekken, zodat je even kunt zien hoe een S'je valt. Maar mijn ervaring is wel dat de kleding van de Action best wel ruim valt. Er staat niet daadwerkelijk bij waar S dus onder valt. Maar er zit geen kaartje aan. Want ze hebben hem ook hier aan de binnenkant gescand. Oh, er staat ook eigenlijk, dat is wel grappig. Kijk, er staat eigenlijk, hier staat dat het een M'tje is. Maar kijk, hier is het een S. Dus eigenlijk valt S als M, blijkbaar. Nou ja, goed. Je kunt het even zien als ik hem aan heb getrokken in de aanbeelden. Zoals je kan zien zit het vest eigenlijk heel goed. Ik ben ook blij met de zakken die erin zitten. En ook heel fijn dat er een capuchon op zit. Hij valt niet zo heel lang, zeg maar, aan de onderkant. Maar ja, hij zit voor mij eigenlijk groot genoeg. En ik ben er wel heel blij mee. Ja, je kunt natuurlijk altijd een maatje groter nemen. Maar bij mij zou het heel erg gaan lubberen als ik dat gedaan zou hebben. Dus ik vind hem prima zo. Dan heb ik iets heel basics wat ik wel super handig vind. En dat is een spatdeksel. Ik heb nogal, als ik vlees braad, dat het wil gaan spetteren. En dan doe ik het vaak in een koekenpan, waar ik dus ook daadwerkelijk geen deksel bij heb. En toen dacht ik, ja, ik merk toch elke keer dat de achterkant, zeg maar, van mijn kookplaat er helemaal onder zit. Die maak ik dan wel weer schoon, maar het spettert soms gewoon. Ik dacht, nou, ik ga gewoon eens zo'n spatdeksel proberen. Er zit gewoon zo'n ander handvat aan, zodat je hem er makkelijk op en af kunt leggen. Hij is 30 centimeter. Hij zou je keuken schoon houden en non-stick coating. Dus ik ga het gewoon eens proberen. Ik heb er eigenlijk nog geen ervaring mee. Het zou koken en bakken makkelijker maken en is makkelijk te reinigen. We gaan dit proberen. Ik ben heel erg benieuwd. Dan heb ik nog weer eventjes twee van die spuitbusjes meegenomen. Het zijn weer de limited edities. Ik denk ook dat dit al een beetje de herfst-winteredities zijn. Ik heb hier de Blooming Fantasy. En hier zit een sandalwood, vleugje sandalwood in qua geur. Ik ben wel benieuwd. Ik moet zeggen, ik vind niet altijd die limited edities lekker. Ik had er bijvoorbeeld eentje van de zomer. Die vind ik uiteindelijk helemaal niet lekker. En ik heb hier Floral Embrace. En deze heeft een vleugje Fresh Breeze in zitten. Dus, nou ja, die heb je gewoon nodig. Heb je gewoon nodig in de leven vaak. Ja, dan nog twee van die basic items die je me vaak ziet kopen. Dat zijn die make-up haarbanden. Die gaan er bij mij echt. Ja, ik gebruik ze elke dag. Dus ik vind ook, je moet ze echt gewoon veel wassen. En soms heb ik wel eens, dan kom je zonder te zitten. Dus ik heb nu een basic zwarte gekocht. Ik vind het gewoon handig, want je kunt ze gewoon wassen op 40 graden. Je moet ze niet in de droge doen. En ze zijn gewoon normaal één maat. Dus die en een hele leuke met stipjes. Ja, ik vind die dingen gewoon super handig. En ze hebben ze eigenlijk de laatste tijd best wel vaak. En ja, je kunt ze zowel gebruiken voor je make-up, maar ook voor het reinigen van je gezicht. Dus daar zijn ze ook wel makkelijk voor. Dan heb ik nog zo'n haarhanddoekje gekocht. En die vind ik zelf gewoon echt ideaal. Ik gebruik eigenlijk elke dag na het douchen zo'n haarhanddoek om mijn haar lekker in te wikkelen. Zodat het een soort van kan drogen. Niet al mijn haar past er altijd in, want ik heb best wel veel haar. Soms steekt het uiteinde er een beetje uit, maar het grootste gedeelte wordt gedroogd. Ik heb nu dus een blauwe meegenomen, want nu hebben ze steeds bij de Action. En je hebt best wel tijden gehad dat je er niet zo heel erg makkelijk aankwam. Dus ja, ze zijn ook gewoon één maat, dus passen eigenlijk
Ja, om elk haardel. Dan heb ik even een gezichtscleanser meegenomen. En dit is met chamomile extract. Ik had altijd die van Betty's, die Betty's face reiniger. Maar die kon ik niet meer vinden bij de Action. Ik weet niet of die weer verdwenen is, daar lijkt het op. En nu zag ik deze. Deze is van het merk Skin Bliss. Dus ik dacht, nou dan ga ik die gewoon proberen. Hij is mild en zacht en dat vind ik zelf wel heel erg fijn. En hij heeft een bloemengeurtje en het is handig, want hij zit in een pompje. En ik gebruik dit altijd, maar ik moet zeggen, mijn gezicht reageert de laatste tijd heel slecht op dingen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er verder nog op staat. Hij is ook vegan, dus ja, ook voor de mensen die daar heel veel dat heel belangrijk vinden, is hij daarom heel geschikt. Oh ja, dan heb ik dit gekocht. Dit zijn van die nagellak droogdruppels. Het zijn van die druppeltjes. Dit is zo'n potje. Als je dan je nagels hebt gelakt en je druppelt wat van dit product op je nagels, dan droogt het wat sneller. Dan is het sneller stofdroog. Het moet natuurlijk nog wel even goed uitharden, maar je kunt al wel weer wat doen. Het duurt dan niet zo lang als dat je echt zo voor de televisie zit. Droogt het al. Ik had bijvoorbeeld nu nagellak op, die droogt echt heel slecht. Heel duur, heel langzaam. Dus ik heb al vaker van deze droogdruppels geprobeerd. Maar die van de Action kende ik nog niet. En er zit ook nog iets vitamine E en almondolie in. En je nagels zouden drogen binnen 60 seconden hierdoor. Dus ik ben gewoon benieuwd of dat deze net zo goed werken als andere die ik al eens heb geprobeerd. Dan heb ik nieuwe eyeliners gekocht. En dat zijn de Sparkle Me eyeliners. Dit zijn, ik heb hier allereerst een Black Glitter en Bright Pink gel liner. Die zien er dan zo uit. Het zijn hele felle kleuren. Dus deze heeft een glittertje en deze is gewoon, roze. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik hou heel erg van eyeliner en ik vind het ook wel eens leuk om te combineren met een ander kleurtje dan zwart. Dus ik dacht, nou, dan neem ik sowieso dit setje mee. Omdat ik die roze heel leuk vond. En ik ben ook wel benieuwd naar die zwart of die ook echt glitters geeft. En dan heb ik ook een gouden glitter en een zachte lila. Dat is deze. Je had twee kleursoorten, dus ik heb ze alle twee meegenomen. Ik vond ze er heel erg leuk uitzien. Dus ik ben ook gewoon heel erg benieuwd hoe dat er op de ogen uitziet. Ik vond het er wel heel interessant uitzien. Dus ik dacht, die ga ik zeker eens meenemen om te proberen. Ook kocht ik nog deze ijsroller voor het gezicht. Die ziet er net wel iets anders uit. Ik vind hem net iets fijner in qua formaat, zeg maar, om vast te houden. Dus ik dacht, ja, dat ziet er dan wel weer wat beter uit. Je kunt hem dus ook in de koelkast leggen, zodat je het net weer wat beter kan gaan gebruiken. Die wil ik dan ook bij mijn dagelijkse routine gaan gebruiken. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat zal werken. Dus die ga ik gewoon lekker uittesten. Maar ik was wel nieuwsgierig naar deze, dus die heb ik ook nog eventjes gekocht. Dan had ik voor mijn moeder een geurkaarsje gekocht. Een apple cinnamon geurkaarsje. Je had verschillende geuren, maar ik vond deze het lekkerst. Het is gewoon een kaarsje in een blikje. En die heeft dan de geur van, ja, appelcinnamon. Ik dacht lekker herfstachtig al. Ik vond heel veel geuren ook niet lekker die ze hadden. En deze die sprak me wel aan. Dus ik dacht, nou, die ga ik dan sowieso doen. Omdat die echt heel lekker ruikt. En ik heb ook een klein geurtje. De grote geuren die ze hadden, die vond ik niet zo heel erg interessant. Omdat ik dus een geurtje zocht voor mijn moeder. En ik dacht, ja, ze hadden niet zo heel veel. Dan werd het al heel snel een beetje, ja, heel zoet en zo. En ik dacht, nou, toen heb ik deze, kon ik ook echt daadwerkelijk ruiken in de winkel. De Royal Touch van Vigency. En ik dacht, nou, die vond ik wel heel lekker ruiken. Dus die heb ik meegenomen. Het is wel een heel kleintje, want er zit maar 15 ml in. Je zou denken minder. Maar nou, die vond ik er gewoon wel heel erg lekker ruiken. Dus ik dacht, die neem ik dan mee. Dan heb ik ook maar weer eventjes heel basic de lijmsticks gekocht. Ik vind het altijd fijn om met het lijmpistool te werken. Alleen die sticks gaan er ook altijd echt heel snel doorheen. Vooral als je een wat groter project moet doen, dan ben je heel snel door die sticks heen. Dus ik dacht, laat maar even een setje meenemen. En hier zitten gewoon 10 sticks weer in. Dus daar kun je weer even voor uit.
Ja, ze werken nu samen met dit lijmpistool. Die heb ik toevallig ook. Maar volgens mij zijn ze inmiddels ook wel veranderd bij de Action, die lijmpistools. Maar volgens mij passen ze overal wel ongeveer in. Maar ik gebruik hem dus wel echt ook met een lijmpistool die ik van de Action heb. Dus dat zijn die. Dan heb ik dit gekocht. En dit is een houdertje voor een kaars. Je kunt hem eigenlijk aan twee kanten gebruiken. Want hier kun je een dinerkaars inzetten. En als je hem omdraait, kan er een vaccinelichtje in. Dus hij is eigenlijk op twee manieren te gebruiken. Ik ga hem gebruiken voor een gewone kaars. Ik wilde heel graag een houdertje hebben. Want ik heb dus een kaars van de dienst van mijn opa, zeg maar, de begrafenisdienst. En toen kreeg ik een kaars mee en toen dacht ik, die moet echt een speciaal plekje krijgen. Dus daar wilde ik heel graag een houdertje voor hebben. Ik moet zeggen, ondanks dat het kaarsenseizoen weer meer aanbreekt, hadden ze niet zo heel veel keuze. Maar ik vond deze dan wel leuk. Ik heb een roze genomen. Dus ik dacht, nou, dat vind ik dan wel gewoon ideaal. Je haalt dit stickertje eruit en dan ziet het er ook mooi uit om de kaarsen zo in te doen. Dus dat vind ik wel heel leuk. En het is leuk dat je hem op meerdere manieren kan gebruiken. Zou je hem andersom gebruiken, kun je er dus een vaccinelichtje in doen. Maar voor mij ga ik hem dus gebruiken als een echt kaars voor een kaarsje. Dan heb ik nog eventjes deze weer meegenomen. Dit is de Passion Fruit Body Scrub. En ik vind deze heel erg fijn. En de scrub gaat er altijd bij mij best wel hard doorheen. Dus ik denk, nou, dan heb ik gewoon weer even een big backup. Hier zit 400 gram in. En ik vind deze gewoon heel erg lekker ruiken. Volgens mij heb je hem ook in bananengeur. Die heb ik ook gezien. Maar toen zag ik dat ze deze, dus zag ik nog één potje van staan. Ik dacht, nou, dan ga ik toch voor die. En ja, ik kan tegen deze body scrub kan ik ook goed. Hij is ook vegan. En bij de Action is hij nog betaalbaar. Want ik vind bij de drogisterijen vind ik de body scrub echt heel erg duur. Omdat ze niet echt meer low budget merken hebben. En dat hebben ze bij de Action wel. Dus deze is gewoon heel erg lekker. Dan heb ik een anti-frizz stick gekocht. En dat is zo'n stick. Ik weet niet of het herkenbaar is voor mensen, maar ik heb dus heel erg last als ik mijn haar strak naar achter doe, dat van die babyhaartjes hier. Ik heb dus altijd hier van die babyhaartjes, of van die haartjes die nog moeten groeien, maar niet lang genoeg zijn. Nou, toen zag ik dit en toen dacht ik, hey, dat is best wel handig. Hierdoor zie je bijvoorbeeld op de zijkant, dat meisje heeft hier wat plukjes aan de zijkant. En dat hebben ze hier dus weggewerkt met die stick. Je kunt hem ook gebruiken voor je wenkbrauwen. Maar het leek mij gewoon heel erg handig voor als je dus inderdaad een keer je haar strak naar achter doet. Dat je er dan eventjes dat ik dit echt zo helemaal wegkrijg. Dus daar ben ik gewoon heel nieuwsgierig naar. Ik had hem al een tijdje gezien, maar elke keer hadden ze niet bij de Action. Dus nu zag ik hem. Toen dacht ik, ik ga dat gewoon eens proberen. Want misschien werkt dat wel super goed. En ja, het staat gewoon net wat mooier als je al die haartjes weg kunt werken, vind ik zelf. Dan heb ik zo'n blok gekocht en die wil ik ook weer gaan gebruiken bij het maken van kaartjes. En het handige is, hier zitten dus meerdere kleuren papier in, want je hebt gewoon wit papier, zoals je kunt zien. Dan heb je bruin papier. En wat ik zelf heel mooi vond ook, is het zwarte papier. Ja, dat vond ik gewoon super handig. Het zijn gewoon A4 vellen. Ja, er staan ook wel diktes op, maar die vind ik een beetje moeilijk lezen. Er zit papier in van 120 gram, maar ook van 200 gram. Dus ja, daarmee kun je dus ook wel weer gewoon achtergrondjes gebruiken voor kaarten. Dit is wat dunner papier als ik het zo aanvoel, dat witte. Dit is allemaal een stukje dikker. En die zwarte voelen ook wel wat dikker aan. Dus ik ga ervan uit dat die dus de bruine en de zwarte 200 gram zijn. En dan de witte 120 gram. Dus ja, dat wil ik gewoon eens gaan proberen. Dat was gewoon handig om te hebben. Want het ziet er wel goed uit. Dan heb ik nog touw gekocht. En dit is gewoon eigenlijk van dat... Ja, je kunt er ook volgens mij mee breien. Maar ik had dus laatst een watervalkaartje gemaakt.
En ik had eigenlijk geen touw om dat kaartje te laten werken. Dus ik heb eigenlijk voor garen gekozen waarmee je dus je kleren zou kunnen maken of een gaatje kunt dichten. En toen zag ik dat ze gewoon van dit garen hadden. En je krijgt 8 kleurtjes. Dus ik dacht, nou, dat is wel handig. Het leek mij gewoon handig om dit te gebruiken als ik dus een watervalkaartje maak. Dan heb je gewoon net iets beter touw en je hebt wat meer kleuren. Dus ik dacht, nou, dat ga ik gewoon meenemen. Dan heb ik dat liggen voor het maken van kaartjes. En als laatste heb ik dan nog een diamond painting. En deze is voor kerst. Ik denk niet dat ik er nog aan ga beginnen, want ik krijg hem dus nooit meer af. Voor kerst zitten gouden steentjes bij. Deze is 30 bij 40. En ik heb voor de kerstman gekozen. Die had best wel veel verschillende, maar ik vond deze wel heel erg mooi. Ik dacht, dat ziet er gewoon heel erg leuk uit. En dat vind ik dan gewoon leuk om op te hangen met de kerst bijvoorbeeld. Want als je hem af hebt en moet je hem wel rond kerst afmaken. Ik denk pas dat ik wel volgend jaar dan ga beginnen. Dan ruim voor de kerst, zodat ik hem af krijg. Want ik ga het nu niet meer redden in die 2 maandjes dat we nog hebben. 2,5 maand. Dat ga ik niet meer redden, maar ik vond deze wel heel mooi. Ik wilde vorig jaar gewoon al heel graag een kerst diamond painting hebben. Oh, er zitten er 15.000 in ook. Oh, daar ben je wel even zoek mee, inderdaad. Maar toen hadden ze eigenlijk al niks meer. Nu zag ik het. Toen dacht ik, nou, laat ik het maar gewoon gelijk meenemen. Want dan heb ik hem in ieder geval. Maar die laten we dus nog maar eventjes liggen. Want nogmaals, die krijg ik niet meer af voor de kerst. Dan waren dit alle spulletjes die ik dit keer bij de Action heb gekocht. Ik ben er in ieder geval weer heel erg blij mee. En ik heb zin om dit allemaal weer in gebruik te gaan nemen. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat jij het leukste item vond wat ik heb gekocht. Misschien vond je niks leuk, dat kan natuurlijk ook. Of zijn er producten waarvoor jij misschien naar de Action zou willen gaan? Laat het zeker even weten in de comments. Ik ga deze producten in ieder geval weer lekker gebruiken, want dat is wel heel erg fijn. Ik kan weer dingen gaan testen en gewoon lekker gaan gebruiken, dus dat is heel erg fijn. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje op mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat en hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!